Goed, naar deze korte, concrete oproep van een zaak die snel op te lossen moet zijn, gaan we door naar een ernstige vermissingszaak. Jihad Javo uit Enschede heeft met zijn vrouw 3 jonge kinderen. Een zoontje van 9, een dochter van 6. De jongste is pas 2,5 maand oud. Zeer zorgwekkend dus dat Jihad al sinds 6 december niets van zich laat horen. Mevrouw Schoorlemmer, dat was ook nog eens een bijzondere dag voor het gezin. Ja, dat klopt, want die dag werd zijn zoontje 9 jaar. Jihad is echt een huisvader, dus hij heeft geprobeerd om van die dag echt een feestdag te maken. Je ziet het ook aan deze foto die hij die dag maakte van zijn gezin en van zichzelf. Er was een grote taart, ze zijn die dag naar de McDonald's geweest en naar het zwembad. En we weten dat hij die dag ook nog in de supermarkt is geweest om babypoeder te kopen. En u noemt dan allemaal dingen waardoor ik denk dat het een hele betrokken vader is. Ja, zeker. En dat je dan verdwijnt op de verjaardag van je kind en dat je dan zo lang niks van jezelf laat horen, ook op de feestdagen niet, ja, dat is echt niet iets voor hem. Dus zijn vrouw heeft hem ook als vermist opgegeven. Nou, we hebben die zaak toen onderzocht, verder onderzocht. En inmiddels vrezen we dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. En voor zijn gezin is dat op dit moment echt een afschuwelijke en onzekere tijd die ook zeker zijn kinderen van 9 en 6 heel bewust meemaken. Wanneer is hij eigenlijk voor het laatst echt gezien? Nou, hij is die maandagavond thuis opgehaald met de auto door een vriend die hij al langer kent. Dat was ergens rond 19:30 en 20:00 aan de gasjuffer in Enschede. Nou, ze zouden samen naar een opslagplek gaan kijken en die vriend hebben we uiteraard ook gesproken. En die gaf aan dat toen zij bij de rotonde aan de Euregio en de Sleutelweg waren, dat Jihad een auto had zien staan met iemand erin die hij kende en die hij per se moest spreken. Nou, hij is toen de auto uitgestapt en dat is het laatste wat die vriend van hem heeft gezien. En is dat ook echt zijn laatste levensteken dan? Nou, zijn vrouw die vond dat hij wel erg lang wegbleef die maandagavond. Dus zij heeft hem nog geprobeerd te bellen. Maar zij kreeg geen gehoor. En we hebben vervolgens op basis van zijn telefoongegevens gezien dat hij om 21:50 die avond nog zijn telefoon aan had staan in Den Ham. En dat is het laatste concreet wat we weten. Overigens hebben we vandaag ook nog auto's en telefoons in beslag genomen die we onderzoeken op dat er misschien een link is met de verdwijning van Jihad. We zijn daarnaast ook nog bezig met het nader onderzoeken van zijn woning in de hoop dat we daarin misschien nog iets ontdekken. We maken ons op dit moment echt al ernstig zorgen over zijn lot. En we houden er ook wel rekening mee dat hij mogelijk niet meer leeft. En wat kan er dan gebeurd zijn? Nou, je moet bij vermissingszaken altijd rekening houden dat iemand mogelijk vrijwillig is weggegaan. Maar na ons onderzoek lijkt ons dat heel onwaarschijnlijk. Mogelijk een ander scenario is een groot persoonlijk conflict. Of misschien is hij slachtoffer geworden van een crimineel conflict. In het verleden is Jihad de fout ingegaan omdat hij is ingezet als drugscourier. Het is voor ons niet duidelijk op dit moment of hij dat opnieuw gedaan heeft. Maar als er dan iets misgaat in die criminele wereld, dan kan dat reden zijn om iemand om het leven te brengen. Waar kunnen wij nu bij helpen om dit allemaal duidelijk te krijgen? Nou, we willen dringend weten wie Jihad Javo die na die maandagavond 6 december rond 19:30 nog heeft gezien. Nadat hij dus vanuit huis vertrok. En hij is gisteren 32 jaar geworden. Hij is redelijk klein, zo'n 1,70 meter. En specifiek aan zijn uiterlijk zijn zijn hoge voorhoofd en kleine oren. En hij heeft een tatoeage op zijn rechterarm. En op die maandag droeg hij hetzelfde shirt als op deze foto. Die dag droeg hij naast dat shirt met rood-witte opdruk een zwarte jas, een zwarte broek en zwarte nette schoenen. En u had het net over dat hij mogelijk een conflict had. Dan neem ik ook aan dat u heel graag met bekenden van hem wil spreken. Ja, zeker. Heel graag ook. We weten dat hij ook veel omging met mensen uit de Duitse Gronau. En dat hij daar ook in de horecagelegenheden kwam. Misschien heeft hij daar ooit iets verteld over dat hij ruzie had of problemen. Jihad en zijn vrouw die komen oorspronkelijk uit Syrië. En speciaal voor hun landgenoten hebben wij onze informatie en vragen ook nog in die taal op de site van de politie gezet. Het is daarnaast goed mogelijk dat er sprake is van een crimineel conflict. Daarom is het ook goed dat mensen weten dat zij eventueel een vertrouwelijk gesprek kunnen hebben met mijn collega's van het team Nationale Inlichtingen. Nou, we hopen dat u veel informatie krijgt. Wat is er met Jihad gebeurd? Leeft hij nog? Is er nou iets dat u weet of denkt u hem dus gezien te hebben in de omgeving van bijvoorbeeld die rotonde of in Den Ham of ergens anders? Neem alsjeblieft contact op. De opsporingstiplijn van de politie 0800 60 70.
Meld misdaad anoniem 0800 7000. Team Nationale Inlichtingen 088 661 77 34.